Ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier zijn, de kinderen en natuurlijk ook alle grote mensen. Mijn naam is Peter Glas, ik ben de watergraaf van de Dommel. Die loopt daar. Weten jullie wel, hè? De Dommel. En wij zijn hier vandaag om die prachtige oude redoute, dat is een woord wat jullie pas geleden nog niet kenden, denk ik, om die eigenlijk weer open te stellen. Nou ja, dit is allemaal natuurlijk een heleboel geschiedenis wat hier is gebeurd. 100 jaar, 200 jaar geleden is hier van alles gebeurd. Er is echt gevochten. Er is echt oorlog geweest. Het water van de Dommel was bijvoorbeeld voor Den Bosch en Vught en Bokstel ook belangrijk. Want als je de bruggen had, dan konden de legers niet over de Dommel komen en je aanvallen. En daarom heeft toen de overgrootvader van onze prins Willem-Alexander, die van Maxima, weet je wel, die heeft toen hier deze redoutes aangelegd. Toen wij met het project De Dommel door Bokstel bezig waren en een mooie poel hebben gegraven, hebben we de grond gebruikt om eigenlijk hier weer die oude redoute te herstellen. We beginnen dadelijk, dus dan pakken we zo'n bom. Die pakken we eruit, heb je net gezien, die bommen, hè? Ja. Die pakken we eruit, doen we hierin. Doen we er een slot in, dan pakken we de pompstok. Ja. Eerst gewoon en dan duwen we hem aan. Even een zachtje stikje, dan duwt de ander hier een gaatje in. Trek die erin. Trek die gaatje erin. Snap je? Ja. Ja. En dan gaat een lontje in. En dan gaat er een lontje in. En dan houdt hij dat lontje vast. En dan moeten we een keer of vier goed aanstampen. Ja, 14. Hè? 14 keer. Ja, 4 keer, hè? 4, 5 keer, hè? Goed aanstampen. Nou, we halen hem eruit. En dan komen we achter het kanon weer, stellen we dan weer op. Hierachter. En dan doet, ja, op een genodige, of iemand met een stok, er zit een lont aan. Boem, en die steekt hem dan zo aan de lont. Misschien zijn er inmiddels nog meer vragen. Dan hoor ik die strakjes graag als de knal geweest is. Ik wilde hier vandaag vooral van deze spreekgelegenheid gebruik maken om het waterschap en de watergraaf heel erg te bedanken voor het herstellen van deze redoute. Want het is prachtig als zo'n stukje geschiedenis wat inmiddels verdwenen was en weggehaald, dat dat weer tevoorschijn komt en dat op zo'n mooie manier ook nog voor het publiek toegankelijk is. Daar zijn wij als Heemkundekring verschrikkelijk blij mee en grote dank daarvoor. Wim Daniels, dat is een Brabander die inmiddels zelfs nationaal vaak op televisie is. Maar hij heeft ooit ook een keer een waterwoordenboek geschreven. Dus alle woorden die eindigen op water, die staan erin. Dus watergraaf staat er niet in, want dat begint dan weer met water. Dus dat is wel jammer. Ja, maar alsjeblieft. Dankjewel. Als herinnering aan de dag van vandaag. Geweldig. Welkom allemaal, met vooral de kinderen van de Peterschool met de leerkrachten. Terecht, zoals Peter zegt, heel belangrijk dat jullie erbij zijn. Want als we het over een redoute hebben, hebben we het over een stukje geschiedenis. En geschiedenis is iets waar je van je wilt leren. En ik denk dat dat vooral voor kinderen heel belangrijk is. Dus heel fijn dat jullie er zijn. Heel fijn dat jullie op school in de lessen hier ook aandacht aan besteed hebben. Als laatste om aan te geven dat wij hier naast deze redoute ook een nieuwe wandelroute gecreëerd hebben. Een wandelroute van het station van Bokstel langs de redoute hier. Langs de Blauwhoefse Loop, dat is een heel mooi riviertje dat wij weer hebben laten kronkelen. Moeten jullie misschien ook nog eens een keer langslopen naar Landgoed Velderen. Prachtige wandelroute is dat. En ik hoop dat we daar met z'n allen zowel van de redoute als van de wandelroute gaan genieten. De kinderen die hebben van groep 5, 6 en 7 leerde ik net. Die hebben de vraag gekregen, daar mochten ze een opstel over schrijven. Wat zou jij doen als de Franse troepen Bokstel naderden en jij de baas van Bokstel was? En ik heb begrepen dat er 85 leerlingen een opstel hebben geschreven.
En dat die door de juf en meesters allemaal beoordeeld zijn. En de jury dus van Dick Bol, Nelly van der Brand en Ria Nieboer hebben uiteindelijk aan mij, ik ben dus niet de voorzitter, maar ik mag wel de prijsuitreiking doen. En die hebben aan mij de winnaar bekendgemaakt. En die ga ik dus nu ook bekendmaken. De winnaar met een echt vond ik zelf. De winnaar is met algemene stemmen Sterre van Rijt. Sterre, heel erg gefeliciteerd. Nou, als u het zou zien, ze heeft zo'n mooi handschrift ook. Dat is echt, nou, dat heb ik al jaren niet meer gekund. Ja. Ja? Zou je iets kunnen vertellen over hoe jij denkt dat de baas van Bokstel, en jij noemt dat de baron van Bokstel, ervoor heeft gezorgd dat de Fransen hier niet komen en dat er toch eigenlijk ook niemand, nou ja, door kogels om het leven is gekomen? Want je hebt het heel slim opgelost. Een oorlog zonder slachtoffers. Ik had verzonnen over dat de baron van Bokstel allemaal briefjes in de kanon had gestopt. Ik zal het even luid herhalen. De baron van Bokstel had verzonnen om in de kanonnen allemaal briefjes te stoppen. En wat stond er op die briefjes? Dat de pest was uitgebroken in Bokstel. Dat de pest was uitgebroken in Bokstel. En daarna waren ze eigenlijk heel erg vlug weggegaan. Ja, en het idee was natuurlijk, als je nou maar de Fransen laat denken dat er pest is in Bokstel, dan denk je er nog wel 3 keer over na voordat je Bokstel gaat veroveren. Dus het was eigenlijk, dat heet officieel een krijgslist. Een krijgslist heeft Sterre verzonnen om zonder te schieten, nou ja, alleen maar briefjes te schieten en maar zonder kogels te schieten, toch te voorkomen dat Bokstel veroverd zou worden. Want al die laffe Fransozen die gingen natuurlijk met staart tussen de benen op de vlucht. Dat begrijpt u wel. Dus ik vond het echt een ongelooflijk leuk verhaal. En je krijgt ook een pistool. En verder de oneindige eer van samen met de wethouder en mij het kanon te mogen afschieten. We hebben nog een schot. Ja. Voor na de boek. Niet te weinig, hè? Nou, probeer het nog een keer. Nou. Ja.